Welkom bij de 8e aflevering van de Lotgenoten Podcast. In deze aflevering hebben Koen en ik het over hoe wij de Unleash the Power Within seminar van Tony Robbins hebben ervaren en welke lessen en inzichten we daar hebben opgedaan. Enjoy! Tonja. Ik was benieuwd hoe jij het vond, man. Welkom terug bij Lotgenoten Podcast. Ja, dus we hebben, zoals we in de vorige podcast waarschijnlijk zeiden, als die uitgekomen is, misschien niet, als het geluid niet goed was of de content een beetje saai, uitgescheid. We zitten terug in de auto terug naar huis van een, wat was het, de Tony Robbins Experience van Succesgids, wat eigenlijk een soort van uitgebreide sales pitch was voor een Tony Robbins event. Yo, maar waar ook een van de trainers van Tony Robbins zelf, die daar bij die event ook helpt, die was daar ook. En Koen, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, man. Thanks dat ik mag wat mag zeggen. Je mag de spits afbijten, jongeman. Het leuke is altijd aan zulke events, dus dat het was gratis. Ja. Je krijgt een bedrijfsauto, dus ook tank is gratis. Maar verder niets te zeggen erover. Nee, het is meer van, ik vond het een leuke ervaring. Weet je, dat gaf hij ook aan. Het gaat echt erom dat je een beetje uit je comfortzone stapt. Wat hij heel erg uitlegt is ook dat je gedurende je leven. Gedurende je leven bouw je eigenlijk een soort van schilden om je heen, of schillen, hoe noem je dat? Je bouwt gewoon een barrière om je heen, obstakels, noem je het, een muur om je heen. En die muur maak je eigenlijk steeds groter, onbewust, als je bepaalde trauma's meemaakt of je wordt gekwetst. Hè. Dan word je bijvoorbeeld bang om liefdevolle relaties aan te gaan, als een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld je hebt heel lang een relatie gehad, nou, het liep helemaal in de soep en daarom wil je nu eenmaal een vrije vogel zijn. Of je ex-vriendin gaat vreemd, waardoor je vanaf dan heel vaak de angst hebt als je andere vriendinnen hebt, dat weer gebeurt. Ja, precies. Dat zijn eigenlijk die lagen die zijn heel vaak beperkend. Ja, die maken jou beperkend, dus die zorgen uiteindelijk ervoor dat je echt in een ballon gaat leven. Ja. Van ballon. Heel erg binnen je comfortzone. Je gaat geen dingen opzoeken waar je dus wellicht, denk ik, gelukkiger van wordt. Nee, want dat is het. Als je dus in je comfortzone zit, dat zit wel fijn. Maar op een gegeven moment word je daar niet meer blij van. Je haalt daar niet meer je geluk uit. Nee. En je blijft eigenlijk een beetje gelukkig, of je wordt gelukkiger, als je de hele tijd een beetje buiten stapt. Ja, je leven stagneert als het ware. Dus wat ik ervan vond is een hele mooie theorie eventjes achter de psychologie erachter van het verhaal en van je persoonlijke ontwikkeling. En dat ze je bepaalde tools geven daarvan. Maar het leukste is toch wel het psychologische en dat heel veel. Je kan wel tools geven, maar heel veel zit ook psychologisch gewoon tussen je oren. En dat moet je gewoon losmaken soms. En daar doelen ze echt op met het event van de Tony Robbins Experience. Unleash the power within. UPW. Ja, wat vond jij ervan, Jaro? We hebben het een beetje anders ervaren, volgens mij. Hadden we het een klein beetje over. Zeker. Wat denk jij dat. Oké, leg maar eerst uit gewoon wat je ervan vond, man. Daarna heb ik nog één vraag. Ik vond het super vet. Het heeft mij eigenlijk nog meer laten beseffen dat ik sowieso een keer naar Tony Robbins events toe wil. Ja. Dat ik me dan ook volledig open ga stellen voor de, laten we het dus zeggen, het is aanhalingstekens, gekkigheid die daar allemaal voordoet. Ik denk dat voor veel mensen, net zoals ik, dat je in het begin, als je moet springen en klappen en dansen, dat je wel een beetje denkt van, oké, is dit nodig? Maar ik merk dat het wel met energie en zo, ze spelen daar heel leuk mee. Ja. Juist je uit die comfortzone halen, waardoor je comfortabeler wordt met de mensen om je heen, want iedereen loopt een beetje lijp te doen en daardoor kun je veel sneller echt de diepte in. Ja. En die balans tussen energieën, alleen al hoe die, hoe heet die vent nou? Arno? Arno? Nee, hoe heet hij nou? Die trainer. Zo, jemig. Oh, jongens. Nou ja, die trainer die dat deed, hij deed dat al heel tof, vond ik. Dat die verschakeling tussen energie, dus dat je hoog in je energie zit door bepaalde oefeningen en dat hij zo van aan het oppeppen is. En dan gaat hij weer een wat serieuzer gesprek aan met misschien één iemand of algemener in de zaal.
nou, die fluctuatie tussen energieën vind ik heel bijzonder. Ja. Ik weet niet of jij dat ook ervaren hebt. Vond zijn sarcasme heel mooi, hè? Dan gaf iemand een persoonlijk verhaal van ja, ik zit opgesloten, ik ben 41 jaar en ik wil eigenlijk gewoon mijn eigen bedrijfje starten. En ja, hier kom ik gewoon niet echt, tenminste dat lukt me gewoon niet om daarmee te starten. Ja. En hij zei zo van, dat wij actie willen ondernemen, maar we doen het gewoon niet. Dat heeft niemand in deze zaal, daar ben je echt de enige in. En dat zei hij heel vaak, waarom denk je dat dat was? Hij zei heel vaak, zei hij, als iemand vertelde over het probleem, van, ja, je bent de enige in de zaal die dit heeft natuurlijk, niemand heeft dit. Dat heeft Tony ook heel vaak, dat is gewoon, we vergeten dat we allemaal dezelfde basale emoties delen. We hebben dezelfde soort van pathways in ons systeem zitten en die delen we allemaal. Dat zit gewoon in ons brein verwerkt. En tuurlijk, sommige mensen die ervaren het iets anders dan andere mensen. Ja. Maar we delen dat wel. Ja, ja, precies. Dus een beetje datzelfde gevoel, dezelfde situatie. Ja. Oftewel dat je niet alleen staat in de situatie, terwijl dat soms wel heel erg zo kan voelen. Ja, daarom. Ja. Ik denk dat iedereen in de zaal wel kon zeggen dat zij... de meest simpele reden waarom ze daar waren, was eigenlijk omdat ze persoonlijke of zakelijke groei willen doormaken. Ja. Dat denk ik ook. Ik vond het ook wel... denk je dat hij dat ook zegt? Dat hij, ja, je bent natuurlijk de enige die het probleem heeft. Omdat als je zegt... Ja, er zijn mensen die daar vast ook met je delen. Dat minder sterk overkomt. Dan zeg maar het sarcasme. Je bent de enige die dit hebt. Waardoor je zelf zeg maar denkt van... Oh, en dat je zo van dat het een eigen besef is. Ander dat iemand het je vertelt. Ja. Wat heel vaak wordt gebruikt. Ook in trainingen en coaching. Is dat je het een beetje verstopt. Doen ze dus ook vaak met een poëzie of met een verhaal, een roman of een open einde. Is dat je het zelf al kan invullen. Ja. En dat zijn die kleine details. Als je dat gaat vertellen, wordt het een simpel verhaal. Ja. Mensen willen het zelf altijd een beetje ontdekken. Zo blijft het mysterieus, spannend en het brengt heel veel charme aan zo'n training. Hè? Dat moet je wel toegeven. Hij leek een beetje op Tony Robbins, hè? Niet zo groot, maar... Hetzelfde charisma-achtig, hij gebruikte dezelfde technieken, maar daarvoor zorgde hij wel voor diezelfde energie. Het zijn natuurlijk allemaal technieken, hè? Een beetje op emotioneel spelen, dan rationeel worden. Ja, man. Heeft hij heel leuk mee gespeeld. Dus ik vond hem wel echt een goede presentator, zou ik dat zo kunnen noemen? Ja. Of wil jij het meevallen? Ja, wel. Ik vond dat hij echt goed was in het verhaal vertellen. Ik merkte dus heel erg de... het is wel grappig, dus als ik naar zo'n presentatie kijk, denk ik van... Hey, wat kan ik meenemen om mijn eigen trainingen te kunnen geven? Ja, dat vroeg me ook af. Kijk jij vandaag vanuit persoonlijke groei? Als in, wat kan dit soort van privé voor mij doen? Ja. Of keek jij vanuit, oké, wat kan ik leren van deze training? Want dat zat ik wel te denken. Als ik jou was en je gaat vaker dit soort seminars bijwonen... zou ik denk ik van tevoren kiezen op welke van de twee je gaat letten. Want ik denk dat de een de ander wellicht soms wat in de weg gaat staan. Omdat als je heel analytisch naar de presentatie kijkt, kan je de inhoud minder... Snap je? Dan sluit je wat meer af voor de inhoud en kijk je naar hoe die het doet. Ja, klopt. Dat was iets wat mij opvalt waarvan ik dacht, ik ben benieuwd of jij daar ook over nadenkt. En ik denk dat ik als tip zou hebben om dat van tevoren te kiezen en dan ook volop één te gaan. Ja, nou weet je wat het was? Ik wist ook niet wat we moesten verwachten. Dus ik zat naar hem te kijken en dacht van, laat het even over me heen komen. Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment van, toen mensen niet aan het luisteren waren, of toen mensen waren bijvoorbeeld, reageerden in het begin nog niet echt. Nee, hè? Nee. En dat met zo'n Tony Robbins experience zorgt ze altijd dat je gewoon engaged bent. Dus als iemand zegt van, dan doe je wel mee toch? En dan schreeuwt iedereen, ja, dat gaan we doen. Ja. Weet je zo. Ja. Of yeah. En dat gebeurde vrij weinig. En hij was echt zo van, hallo. Dan hield hij zijn hand bij zijn oren. Ja. En dan denk je opeens, zie je mensen opeens een beetje opschrikken. Oh, we moeten natuurlijk wel reageren. Ja. En hij gebruikte een paar van zulke technieken. En toen dacht van, opschrijven. Ja, dat contact met die doelgroep, of met die doelgroep, contact met die publiek. Met het publiek was heel goed, man. Dat deed hij echt slim. Maar het kon wel beter. Ik denk dat het voor hem vandaag wel een moeilijk publiek was. Menen serieus. Ja, ik denk ook omdat het mensen zijn. Kijk, deze mensen hebben dus, wat ik zeg, €0 geïnvesteerd om hier te zijn. Bij Tony Robbins, daar ga je heen, dan heb je al een paar duizend euro of een paar honderd euro geïnvesteerd om daarheen te gaan, dan... Woorden wat uithalen. Ja man, dan zit je er echt in van, oké, ik ga hier gewoon in mee. En dan moet je misschien ook wel die drempel over, maar ik denk dat bijna iedereen daar dan wel daarin zit. En nu waren denk ik ook nog mensen die gewoon zaten van, ja, ik wou het gewoon even checken. Van, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? Sommige mensen voelen zich, ik moet zeggen, met sales en zo, word je ook nog eens wel... Word je vaak uit je comfortzone gestapt, dat je opeens op mensen moet afstappen. En dat je moet zorgen dat je iemand anders jas aankrijgt, dat je iemand een huwelijk gaat vragen. Om andere gekke dingen.
Nou, toen ik dat voor het eerst zag met mijn met dat bedrijfje, met fundraising company. Ja. Nou, toen dacht ik echt zo, what the fuck is dit? Maar ja, als je het een paar keer hebt gedaan, denk je ook gewoon, ja, het is gewoon puur om je comfortzone te stretchen, als het ware. En dat gebeurt hier ook, man. Dat merk je. In het begin was dansen, tenminste, dat je moest opspringen en dan een beetje jezelf oppompen. Was raar. Ja. Maar de tweede keer werd het al gewoon. En de derde keer ging je in mijn ogen schreeuwen. Dat ongemakkelijk gevoel bleef wel een beetje, hoor. Ja. Maar de, en nu ben je half doof. Nu ben ik half doof omdat jou ging schreeuwen. Lekker, man. Maar ik merkte aan jou dat jij op een gegeven moment... Ja, het was een beetje gek om te doen. Ja. Maar juist omdat het gek was en we deden het gewoon, dacht ik op een gegeven moment van ja, fuck it, dan maar helemaal gek doen. Ja. Weet je wel zo. Dus het was wel een goede instelling. Ja, en wat ik heel mooi vond aan hem, en dat is iets wat ik dus, als we wat meer van, wat neem je nou mee van dit kleine beetje, dat we... dat we... Oké. Okay. Oeps. Oké, ja, kijk. Ik zou... nu wil ik wat meer zeg maar, naar van... Oké, wat heb je meegenomen ervan of zo? Ik weet niet of jij echt dingen hebt waarvan je zegt... Daar heb ik echt wat aan. Ja, ik denk dus 50-50. Ik heb dus deel voor mijn trainingen. Maar wat ik heel mooi vond... En dat ga ik zeker erin gooien... voor mijn, ik ben nu dus captain met mijn sales company. Ja. Met die fundraising company. Bij die sales company. Bij de sales company. Ja, toch? Nee, is niet van mij. Nee, goed gezegd inderdaad. Is die energie echt erin gooien vanaf het begin. Dat is ook ja, al. He, dat doen ze ook al. Dat deed ik ook al. Maar nu ook gewoon van, nu ben ik ook pas echt wat energie kan doen. Ik ga denken ja, ook voordat man. Ik mijn dag ga beginnen. In plaats van een kop koffie ga ik eventjes zo'n energized. Zo'n peak state ding. Ik voel daar wel wat voor, man. Voor dat peak state gebeuren. Het voelt een beetje gek, maar je voelt het wel, man. Ja. Je voelt het echt. Ja. Ik heb er ook wel eens over nagedacht, maar het voelt altijd toch een beetje te gek. Wat zijn deze mensen aan het doen? Ja, mensen gaan pas op het laatst. Ja, dat moet eigenlijk ook, hè, bij Ritz. We zitten in de auto, dus we zijn even op andere mensen aan het kankeren. Ja, maar dat merk je allemaal niet. Maar... dat is een woord. Dat is gewoon een Nederlands woord. Ja. Kankeren. Kanker. Niet de ziekte. Oh nee, oké, okay, sorry man. excuses. Oké, maar vertel, wat... Nee, ik heb een vraag voor jou. Oké, okay, ja. Ik heb een vraag voor jou, ja. Jouw vraag maar voor mij. Nee, ik heb geen vraag, ik heb een okay. Dingetje wat ik wil okay. Vertellen. Maar ik heb een dingetje. Oké, okay, ik heb een vraag voor jou. Wij zijn dus allebei anders erin gegaan. Komen allebei met andere ervaring eruit. Ja, we hebben iets anders eruit gehaald. Ik ben wat meer praktisch. Jij zat er wat meer op het emotionele level. Uh-huh. Dat je eruit haalde. Mm-hmm. Eén, wat was het wat jij eruit haalde? Echt voor jezelf, qua emotioneel. Misschien ook praktisch, mag je ook gewoon vertellen. En dan heb ik misschien nog een vervolgvraag erop. Maar even kijken hoe ver we komen. Iets wat ik allereerst heel mooi vond, wat hij deed. Even terugpakken op hoe hij presenteerde. Hij was heel emotioneel. En dat heeft een beetje, in ieder geval in mijn belevenis, heeft emotie een beetje een slechte betekenis gekregen. Dat is misschien omdat ik altijd opgegroeid ben tussen haakjes, stoere jongens. Waar niet precies, maar je weet wel dat emoties tonen is niet altijd even stoer. Nee. Dat idee heb ik. Ja. En ik heb eigenlijk vandaag, want ik ben zelf eigenlijk heel emotioneel van mezelf. Niet dat ik altijd moet janken, maar ik leef met veel emotie. Ik kan heel blij zijn, ik kan heel boos zijn, ik kan heel verdrietig zijn, zeg maar. Ik kan heel erg... Ja. In mijn emoties zitten. Ja, gefrustreerd ben je soms ook. Heel erg vervelend. Vervelend is geen emotie. Ja, voor jou. Voor mij is het vervelend, ja. Verdomme. Maar het is niet, want ik wil niet zeg maar zonder controle die emoties. Maar juist de controle over die emoties, dat ik ze ook vaker kan laten gaan. Want wat ik bij hem heel erg merkte, was dat hij dus op een gegeven moment het verhaal vertelde over een man. Zijn eerste persoon die hij coachte. Die het zwaar had gehad. Die had een moeilijk huwelijk en die had zijn moeder was op een gegeven moment overleden. Ja, allemaal best wel gewoon vervelende dingen. En terwijl hij dat verhaal aan het vertellen was over zijn moeder die kanker, of over die moeder die kanker kreeg en dus uiteindelijk ten overlijden kwam, was hij zelf aan het moest hij huilen. Ja. Niet hard, niet snik huilen, maar gewoon zeg maar, hij liet tranen en je zag duidelijk dat hij gewoon erg geëmotioneerd was. Ja, hij wou zeg maar nog wel zijn verhaal afmaken, maar het lukte hem gewoon eventjes niet. Het deed hem veel, dus, hij had een brok in zijn keel, zeg maar. Een traan in zijn ogen. Je zag echt dat het iets met hem deed.
Ja. Dus dacht ik eerst, is het zo'n begaande coach? Nou ja, toen bleek dus dat het zijn eigen verhaal was. Dat hij dat zelf was geweest. Dat vond ik allereerst qua presentatie heel sterk. Ja, dat doet ook wel wat met je. Dus of hij heeft het echt kapot goed gepresenteerd. Nee, dit is gewoon real life shit. Dat was dus mijn hele ding, wat ik voor hem voelde. En wat ik als een van de dingen heb die ik echt meeneem, is dat je emoties, juist het tonen van emoties, je een heel erg sterk persoon maakt. Ja. Dat merk ik bij hem. Hij heeft heel veel, in ieder geval ik vond dat hij echt best wel veel karakter had. Ja. Ik vond dat hij als een karakteristiek persoon overkwam. Hij kwam best wel zo'n grote persoonlijkheid om, wat je zelf ook zegt. Hij lijkt op Tony Robbins. Nou, als ik één ding van Tony Robbins kan zeggen, is het wel dat hij heel veel charisma heeft. Ja. Dat is wat deels hem zoveel kracht geeft. Ja. En ik realiseerde me vandaag eigenlijk heel erg dat dat komt door die hele oprechte emotie die hij toont. En dat merkte ik bij hem ook heel erg. Ja. Dus bij verhalen die hem veel doen, ook toen die vrouw aan het vertellen was, toen kreeg hij ook tranen in zijn ogen. De eerste vrouw? Ja, man. Ja, dat stond hij recht voor zijn neus. Toen stond hij ook gewoon even van wat tranen weghalen. Niet dat je nou om alles hoeft te huilen, maar ik vond het dus heel mooi dat hij in plaats van als een stoere man zijn emoties wegstoppen, juist daar gewoon staat. Van ja, dit doet veel met mij en dat hij met iemand meeleeft, maar dat hij daarna ook weer heel vrolijk kan zijn en kan lachen, zeg maar. Dat hele overduidelijke toon van emoties. Ja, maar ik denk dat ook, juist in zijn situatie is het belangrijk ook om ze te tonen. Want als jij ze niet toont terwijl je wel aan het presenteren bent, betekent dat je erin gaat houden. Uh-huh. En dan ga je automatisch ook andere emoties inhouden, waardoor zo'n presentatie of coaching sessie dus niet, dan gaat hij zich niet alleen op die emotie inhouden, maar ook op de presentatie zelf, denk ik. Ja, precies. Weet je, dan sluit je in, dan ga je niet weer heel levendig presenteren en zo. Nee, is ook zo. Maar ik denk dus dat ik dat in mijn dagelijks leven ook meer zou willen gaan doen. Nou is het niet zo dat ik bij elke ding, trouwens dat hoeft niet eens uit te leggen. Ik zou gewoon vaker meer oprechte emotie willen tonen. Ja. Want ik merk aan mezelf dat ik dat misschien wel eens inhoud of zo, onbewust. Dat ik heb nooit, ik zie mezelf altijd als iemand die niet veel emotie toont. Of in ieder geval niet veel, ik toon wel veel emotie, maar die misschien niet heel erg. Ik heb altijd gezegd van ja, ik ben best wel slecht in blij zijn voor iemand. Ik vind dat moeilijk. Van oké, ja, nice man, chill. Terwijl ik van mezelf eigenlijk best wel veel emotioneel ben. Je bent een emotioneel persoon. Precies, maar soms laat ik dat niet zien. Ja, ik heb hetzelfde hoor. Maar ik denk dat kan ook dus weer. Hè. Dat kan ook een beetje die beschermlagen zijn die ik om je heen heb gebouwd. Ik merk wel, en dat laat ik nu ook steeds meer los hoor. En dat moet je ook vaak oefenen. Hè. Uh-huh. Maar dat het vaak een combinatie is. Ik heb geleerd om op een gegeven moment mijn negatieve emoties, dus minder te laten zien, dus minder negatief te zijn, minder te oordelen of te judgen gewoon. Ja. Wat trouwens echt qua gedachten je heel erg vrijmaakt voor andere oplossingen als het ware. Eigenlijk om daarop in te haken is dat om het nog even af te maken. Maar aan de andere kant heb ik daardoor ook mijn positieve emoties soms. Weet je, ik ben altijd wel heel blij voor mensen, maar dat inhibeer ik ook, dat rem ik ook. Dus ik heb het van allebei de kanten heb ik mijn emoties geremd. Juist. En je wilt eigenlijk dat de positieve, de goede kanten wil je juist openmaken en de negatieve kanten wil je helemaal afsluiten. Ja, maar dat ben ik het dus, want oké, wat zie jij als negatieve? Want zoals dat hij moet huilen om het overlijden van zijn moeder. Dat is positief. Ja, oké, dat zie je wel als positief. Want ik merk dus ook dat ik dat soort emoties misschien ook wel eens een beetje uitschakel of minder laat voelen dan ik misschien zou willen. Ja. Nou, dat was iets wat maar mij, waarom? Waarom zou je dat meer willen laten zien? Ik denk dat een leuke vraag. Omdat het om mijn oprechte emoties zijn. En ik merk, dat merk ik van hem ook, dat, ja, dat is super cliché, maar dat gewoon oprechtheid, dat maakt je zo'n fucking sterk persoon. Ja, eerlijkheid. Dat is echt heel lijp. Ja. En dan niet eerlijkheid. Dat maakt jouw karakter. Niet eerlijkheid in woorden. Maar ja, ik weet niet hoe dat precies werkt. Ik moet er meer over nadenken en het ervaren, maar en Tony Robbins vind ik daar ook wel een goed voorbeeld van. Je hebt vanaf het eerste moment dat je met hem praat het idee dat hij jou niet zou naaien. Ja. Snap je? Je hebt het idee van, deze man, als hij naar me luistert, luistert hij naar wat ik vertel. Als ik emotie met hem deel, dan deelt hij die emotie met mij, snap je? Dus hij is heel erg, eigenlijk wat hij zelf ook zegt, in the present met jou. Ja.
En dat, en daar komt heel veel oprechte emotie bij Tony heel erg bij kijken, vind ik een hele mooie eigenschap. Omdat ik merk dat als iemand dat bij mij doet, ik dat zelf... Dat voel je, man. Heel erg. Ja, maar ik vind het heel fijn. Ik waardeer zo'n iemand echt. En ik zou heel graag zelf zo'n persoon veranderen zijn. Heb je ook wel eens... kijk, weet je wel, precies wat jij zegt. Ik probeer altijd echt zo oprecht mogelijk te zijn. Daarom, ik kan eigenlijk best wel slecht liegen. Mm-hmm. Door zeggen, ik ben gewoon niet zo goed in liegen. Maar ik heb ook wel heel veel dat ik juist... Ik voel gelijk de vibe bij bepaalde mensen. Als ze niet oprecht zijn. Ja. Kijk, ik ga geen namen noemen hoor. Maar dat is bijvoorbeeld... met werk heb ik dat wel al een paar keer gezien. Dan gewoon met, weet je, dan denk je van, nou, weet je, ben jij nu echt bezig? Ja, wat jij nu zegt, kijk, iedereen kan zo eruit plukken dat hoe jij nu doet, dat gewoon niet oprecht is. Ja, je bedoelt dan bijvoorbeeld in de sales pitch of zo? Nee, gewoon ook tegen andere mensen, gewoon tegen iedereen om jou heen, dat jij overgeenthousiasmeerd doet, of dat jij te trots doet op jouw achtergrond, of dat jij te veel uit jezelf wil halen, of en wat ik ook heel vaak te negatief kan ook hoor, maar dat je dan ook bijvoorbeeld, dat heb ik dus ook in dat boek van Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, dat je best wel veel mensen, en ik heb het idee dat ik dat ook wel eens doe, en ik denk dat jij dat misschien ook wel eens hebt, en ik vind het moeilijk om er een label te geven, maar is in plaats van luisteren om te horen, dat mensen luisteren om te delen of om zelf gehoord te worden. Snap je een beetje wat ik bedoel? Jij hebt vast ook, in ieder geval, ik heb zeker gesprekken gehad op die manier, en jij vast ook wel, dat je met iemand praat. Als je dronken bent, kan je het heel erg hebben. Dat je met iemand praat, maar dat je eigenlijk drukker bent met je eigen antwoord, dat je daarna daarop wil geven. En dat kan komen dat je bijvoorbeeld enthousiast bent, dan dat je bent met luisteren van, oké, wat vertelt deze persoon? Ja. Ik weet dat ik daar heel erg last van heb gehad. Ja. En dat iets is waar ik nog steeds mee bezig ben om dat te bouwen. Ja. En er zijn er veel die dat hebben. Ik merk het heel snel op andere mensen. Ik merk het ook, kijk, niet om jou, maar als wij bijvoorbeeld... Wij doen altijd bijna elke dag onze 5 minuten gesprek, dat 20 minuten lang duurt. Maar ik merk gewoon aan jou, als jij gewoon niet luistert, ik merk het direct. Ja. Hoe voel ik mij dan? Ja, eigenlijk gewoon zo van, hé jongen, ben je er nog? Oké, kom je dan weer bij? Is het goed? Sommige mensen, kijk, dat heb jij wel. Dan zeg je van, oh ja, shit, sorry man, ja, ik ben er weer gewoon bij. Ja. Prima. Ik heb ook sommige mensen, en die, daar merk ik het gewoon bij. Maar die staan gewoon recht voor mijn neus. En dan probeer ik iets te zeggen of iets uit te leggen. En die vertellen gewoon alleen hun eigen verhaal. Ja. En dan merk ik dat ik ook alleen mijn eigen verhaal aan het vertellen ben. En dan denk ik van, waarom zijn we eigenlijk met elkaar aan het praten? Want we delen eigenlijk helemaal niks nuttigs. Nee, true. En dan ben ik ook eigenlijk weer gewoon gelijk klaar met het gesprek. En dan om vriendelijk te zijn, voer ik het gesprek nog wel uit. Uh-huh. Maar dat is vaak ook een beetje om de tijd op te vullen. Ja, precies. En zeker, ik heb dit echt niet met iedereen. Ik heb het gewoon... Occasionally, soms dan merk je het. Ja. Maar het is, ik weet niet, we zijn van die lege gesprekken. Ja, man. En daarna voel je ook totaal weer nutteloos. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld, ik moet ook soms een beetje leren een gesprek te volgen. Ik heb wel eens dat ik gewoon afdwaal in een gesprek. Ja, dat ik heel hard mijn best doe, gewoon echt om het te volgen. Maar dan, ja, soms ben ik er dan gewoon toch niet bij met mijn hoofd. Ja. Weet je wat dan, tenminste, dat merk ik heel erg met mijn trainingen. Gewoon niet luisteren om te volgen, maar te luisteren om te kijken hoe je het kan oplossen. Meedenken. Gewoon van, oké, wat voor vragen kan ik stellen om hun nog diepere zelf op te zoeken? Ja, dus eigenlijk wat net ook gebeurde. Wat net ook gebeurde. Dat was wel heel mooi. Dus die man, waar we de naam nog steeds niet van weten. Kan ik gewoon opzoeken? Ja, wel echt schandalig dat we het niet weten, want het is echt 5 of 6 keer genoemd. Ik heb gewoon totaal niet opgelet. Maar bij hem was het dus eigenlijk een soort van... Hij zat dus met een paar... Oscar, ja. Hij zat dus met, met iemand uit het publiek te praten. Ja. Maar wat deed hij in de eerste 5 minuten? Hij had dus een uitleg gegeven, theorie. En dat vond ik dus mooi. Dan ga ik ook tijdens mijn eigen training passen. Dat al een beetje toe, maar dat ga ik ook verder toepassen. Ja. Eerst 5 minuten liet hij haar praten. Ja. Hij zegt eerst van, oké, dus je bent nog niet je eigen carrière gestart. Waarom is dat? Zegt ze van, ja, ik weet het niet. Ik zei, ik zou het echt niet weten. Ik zit al jaren over na, ik zou het niet weten. Hij zegt van,
Oké, maar okay, hoezo zou dat zijn, denk je? Heel even, ik wil heel even snel het scenario schetsen voor de mensen die luisteren. Ja, oké, okay, ja. We zaten dus in die zaal. Wat er bij Tony Robbins, misschien hebben mensen het al gezien, is dat hij wijst soms mensen aan in de zaal waar hij dan vragen aan gaat stellen. En eigenlijk probeert hij daar vaak tot een diepere laag te komen door middel van vragen stellen. En dat is wat Oscar deze keer ook deed met de vrouw uit. Ja, dus hij stelde eigenlijk gewoon de hele tijd van oké, okay, waarom is het dan, hoe kan het nou dat je zo denkt en waar kan het nou aan liggen? En binnen 5 minuten had ze haar eigen antwoord al gevonden, terwijl hij alleen maar vragen had gesteld. Wat hij daarna deed, was heel erg mooi om te zien. Hij gaf haar een beetje richting met de theorie dat hij daarvoor had verteld aan ons. Ja. Dus 1, hij liet haar eigen oplossing vinden. 2, hij gaf haar richting door de theorie te vertellen. En 3 was oké, ik geef nu mijn nummer, of ik zorg dat ze mijn nummer krijgt. Dus zodat we hier, dat we dit op, zelfs op papier kunnen zetten en volgende acties kunnen ondernemen. Ja. Ja, hij gaat haar ook echt helpen, zei hij. Ja. Dat hij echt contact met haar gaat maken, dat vond ik ook wel tof. En dat is ook eigenlijk ook deels expres. Ik denk dat hij daar, dat hij dat goed, dat doet hij heel goed, om even zo te zeggen. Ja. Ik denk dat tijdens elke zo'n sessie dat hij zoiets, dat hij ook aan iemand zijn nummer echt geeft. Ook daadwerkelijk omdat hij diegene wil helpen. Ja. Maar ook om te laten zien aan de rest waarvoor hij daar staat. Dat hij echt mensen wil. Om mensen te helpen. Om mensen te helpen. En vanaf toen voelde hij ook de vibe in de ruimte schakelen. Van oké, hij staat hier niet voor zichzelf. Hij staat hier voor ons. Ja. En dat voelde iedereen. En ik dacht van dat is fucking vet. Want dat kan ik ook weer gebruiken. Oh, dat kun je zeker gebruiken inderdaad. En dat klinkt een beetje, misschien een beetje negatief dan weer. Het is een hele goede manier om. En je helpt er iemand echt mee. En het is een goede manier om iemand te laten zien dat je dat de rest van de zaal, dat je er daadwerkelijk bent om te caren voor hun, zeg maar. Ja. Ja. En wat is jouw grootste inzicht? Want een van mijn hele grote inzichten is dus van. Ik heb het hier geschreven. Even bladeren. Toon emotie. Dat is gewoon één groot ding. Meer emotie wil tonen op een manier. Ik weet niet precies welke vorm dat aan gaat nemen, maar daar ga ik nog eens even op zitten. Hoe ga je dat? Hè, het is leuk als je als doel hebt om meer emotie, maar hoe ga je ervoor zorgen dat jij meer emotie toont? Hè? Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik wil gewoon oprechter leren luisteren en minder vanuit mezelf leven en meer vanuit een ander. Hoe ga je dat doen? Dat weet ik nog niet, man. Ja, ik probeer nu al een tijd, dat is aan jou om te zeggen of ik dat nu beter doe dan eerst, is luisteren, leren luisteren. Leren luisteren. Ik praat van mezelf veel en snel. Ik ben al heel veel aan het delen. Ja. En ik merk zelf dat ik andere mensen die dat heel erg doen, wel eens vervelend kan vinden. En ik merk het ook gewoon. Het is niet een eigenschap waar veel mensen echt blij van worden als ik alleen maar aan het delen ben. Ik vind het juist mooi als ik ook van een ander kan horen. Van, goh, wat gaat er nou in jou om? Wat die persoon eigenlijk voelt, hè? Dus eigenlijk, heel plat, wil ik van een prater naar een luisteraar gaan. Als dat een ding is. Ja. En ik denk je dat dat echt een totale 180 graden switch wordt? Wordt het een combinatie ervan? Dat hangt er vanaf hoe je het definieert. Want jij zegt van in plaats van een prater word ik een luisteraar. Ja. Maar denk je dat praten ook niet een van je sterke kanten is? Jawel, maar het hangt van de context af. Hè? Kijk, weet je wat het een beetje het ding is? Kijk, praten heb ik al 22 jaar, bijna 23 jaar geoefend. Ja. Ik denk zelf ook, ik kan best wel gewoon goed mezelf verwoorden. Ik ben best goed in verhalen vertellen. Ja. Dat is denk ik een van mijn krachten. Maar het is zeg maar een double-edged sword. In het Engels te zeggen, het is een tweezijdig mes. Ja. Enerzijds kan me dat heel veel brengen. Anderzijds kan het ook iets zijn. Kijk, ik heb veel mensen om me heen die mij echt waarderen voor wie ik ben. Maar ik denk dat dat wel iets is wat veel mensen zouden kunnen ondertekenen. Van ja, het zou wel mooi zijn als hij soms een keer wat meer luistert dan dat hij deelt. Nou, ik denk dat je zelf ook al weet hoe jij kan zorgen dat je van de praten naar luisteraar gaat. Maar dat je minder gaat praten, maar wel meer zegt. Ja, gewoon meer inhoud. Meer inhoud. En hoe denk je nog verder dan? Nou, kijk, ik denk dat het meer is dat ik in een gesprek, bijvoorbeeld met jou, bij jou probeer ik het al de hele tijd heel veel. Daarom ben ik ook benieuwd
of het jou opvalt. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat waarschijnlijk ook wel. Maar probeer ik te switchen van eigenlijk heel veel losse stukken lucht opvullen met woorden. En wellicht ook de ander niet gehoord laten worden, omdat ik continu aan het praten ben. Probeer ik te verplaatsen voor nou eens echt proberen interesse te tonen in die persoon en echt eens te horen wat die persoon te zeggen heeft. Nou, gaan we nog één stap dieper, denk ik. En dan ben ik, dat is gewoon mijn interesse van, oké, kan jij één situatie benoemen van een moment dat jij zegt van, nou, daarom wil ik ook dit veranderen. Dat jij een situatie hebt meegemaakt waarin je dat niet deed en dat je daardoor dus een slecht resultaat geeft. Of dat jij, weet ik veel wat, dat ze daar een nare gevolg van hebben gezien. Ja, nou ja, dat was op een verjaardag van een vriendin. En daar waren vrienden van haar. Ik weet niet of die dat, ja, die had het volgens mij op een gegeven moment tegen haar gezegd, toen had ik natuurlijk ook nog wat gedronken. Maar die zeiden toen, ik was een tijdje met hun aan het praten en ik deed dan best wel hard mijn best. Ja, hard mijn best. Ik vond het fijn dat zij mij aardig vonden, want dat waren, in slot van rekening, de vrienden van mijn vriendin. Ja. Dus ja, het is fijn als zij mij mogen, want dat vind ik voor mijn vriendin ook fijn. En, snap je? Ja. Dat totaalplaatje. En toen zat ik er nog heel erg in dat ik dan dus heel veel ging praten. Omdat ik, ja, ik dacht, als ik veel vertel, dan ben ik interessant. Dus ik weet niet precies wat ik dacht, maar dan ging ik altijd veel vertellen. Ja. En toen vertelde mijn vriendin me de volgende dag of later dat zij dus tegen haar gezegd hadden van, ja, weet je wel, hij luistert niet echt naar de dingen die je zelf tegen. Niet eens op een onaardige manier, ik weet niet precies hoe dat nog gezegd, maar gewoon meer van, hij luistert gewoon niet naar je. Hij is vooral heel veel zelf aan het vertellen. En ja, dan ben je op een gegeven moment wel uitgepraat met zo'n iemand. Maar ja, toen dacht ik van, oké, ja. Toen onderschreef mijn vriendin dat gedrag ook nog wel van, ja, daar heb je best wel eens last van. Maar dat is al jaren geleden. Ja. En ja, nu, ja, ik weet niet, kijk, het is niet iets waar ik elke dag mee bezig ben, maar wel iets waar ik meerdere keren per dag gewaar van ben tegenwoordig. Dat ik denk van, oh ja, wacht, ben ik aan het luisteren of ben ik aan het delen? Dat is toch best wel mooi, want dat is een soort van zelfbewustzijn. Dat je dus al jaren bewust en onbewust aan het trainen bent. En je wordt er zo te zien wel beter in. Ik moet zeggen, kijk, wij bellen dus elke keer. En als we elkaar spreken, hebben we ook best wel diepe gesprekken vaak. Uh-huh. En tijdens zo'n podcast kunnen we het misschien ook wel terugzien. Maar ik merk dat wel, hoor. Ja. Tenminste, ik zou het merken als je dat niet deed. Ja. Snap je? Uh-huh. En dat gevoel heb ik niet. Heb ik misschien één of twee keer gehad, maar een beetje aan het begin. Maar dat is me eigenlijk ook niet eens zo bewust geweest. Ik denk dat je altijd, misschien sta ik hetzelfde ook wel. Ik heb het ook wel één of twee keer bij jou gehad, moet ik zeggen. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Ik kan ook gewoon aan de dag liggen. Maar ik vind zeker dat je vooruit bent gegaan. Ja, nou, dat is mooi. Hoe ben ik erachter gekomen? Omdat ik het niet merk. Ja, dat is fijn. Dat is best wel. Daar ben ik gewoon wel actief, zeg maar, mee bezig. En dat is dus iets wat ik hiervan meeneem. Maar dat had ik al een beetje. En ja, heb jij iets wat je wilt delen? Maar wat heb jij daar meegenomen voor jezelf? Want ik ben nu helemaal mijn lijstje helemaal aan het afwerken. Hoe lang zijn we aan het praten? Al lang. Ja, we kunnen. Ja, oké. Okay. Ja, waarom zou je het afkappen als je er middenin zit? Waarom? We gaan ermee verder. Ja, dus ik heb echt een beetje 50-50 gehad, hè. De 50% voor wat ik zelf kan gebruiken en toepassen. En 50% voor persoonlijke groei. Ja. Oké, ik denk dat ik heb twee mooie dingen. Eén is dat ik heb geleerd over de laatste jaren. Het is ook weer een soort van stoïcijnse instelling. Ja. Dat je geen verwachtingen moet hebben van andere mensen. Ja. Komt dat omdat als jij een verwachting hebt, is die 9 van de 10 keer is het al gewoon, dan verwacht je 100%. Maar is je teleurgesteld? Je krijgt nooit 100%. Nee. En zelfs als je 99% krijgt, raak je teleurgesteld, inderdaad. Ja. Dus als jij geen verwachtingen schept van iemand, dan zorg je ervoor dat je niet wordt teleurgesteld. Dat rijdt een soort van je instelling. Sommige mensen zeggen van, ja, maar hoe kan je dan zo negatief in het leven staan? Nou, dat valt reuze mee. Het is gewoon meer zo dat jij opeens
meer op jezelf gaat letten en op je eigen acties gaat letten in plaats van op andere mensen en wat zij voor acties uitvoeren naar jou toe. Ja, nou, ik vond het wel mooi dat ze eigenlijk, want wat jij nu zegt, het stoïcisme, dat wat anders dan stoïcijn zijn in de volksmond, daar komt het wel vandaan. Ja. Maar dat hij ook zei dat je eigenlijk switcht van verwachtingen van iemand naar waarderingen van iemand. Dat vond ik wel, dat, die tweede erbij, dat deed me wel. Ja, en daarnaast, zei ze, ja precies, dus dat was mogen me aansluiten erop. Van, inderdaad, ik had altijd wel die geen verwachtingen van mensen, ja. Maar daar bleef het bij mij voorbij. Ja. Dus, en zij zeiden nu van, verplaats dat voor, wat was de verplaatsing? Waardering. Waardering. Voor waardering. Verwachting, dus, expectation. Expectation. Eigenlijk veranderen naar appreciation. Ja, appreciation. Expectation voor appreciation. Het leuke is dus dat eraan, dat ik altijd wel, dat laat ik ook wel op, je kan positief zijn of negatief. Je kan er niet tussenin zitten, je bent positief op het moment of negatief. Heel simpel. Ja. Ik ben best wel een positieve guy. Het is niet zo dat ik altijd loop rond te huppelen of zo. Maar van intern ben ik niet zo snel van, wat gebeurt er allemaal en is het allemaal vervelend en ik heb er helemaal geen zin in. Ja. En vanavond moet ik weer gaan werken, jezus, moet ik het weer afmaken. Nee, dat is goed man. Dat heb ik. Maar dat heb ik ook naar andere mensen toe. Dus, en dat heb ik de laatste tijd heel erg geleerd. Van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kijk naar de positieve kwaliteiten van andere mensen. En hier komt eigenlijk samen. Dus in plaats van verwachtingen hebben, heb geen verwachtingen, maar kijk juist naar wat je uit de andere mensen kan halen, wat voor sterke kwaliteiten ze hebben. Ja. En doe dat dan samen. He, voeg dat samen. Dus dat was een hele, dat was voor mij een inzicht dat dus te samen kwam. Ja. Tweede was eigenlijk, we waren ook nog een beetje aan het soort van mediteren. Slash visualiseren. Ja, ja, het was echt een meditatie. Visualisatie-meditatie was het onder andere. Sorry guys. Sorry. Keihard in je oortjes. Bam! Kapot vervelend ook. Wat ik dus heb gemerkt tijdens de visualisatie, en daar hadden we het net er even over. Ja. Ik dacht eigenlijk van, ik voelde niet zo heel veel tijdens die visualisatie slash meditatie. Maar ik kom nu eigenlijk tot de realisatie dat ik al best wel tot rust ben gekomen van mijzelf. Juist, ik weet niet, misschien door mijn instelling of hoe ik erin sta. Yeah. Hoe ik erin sta, kan ik het allemaal best wel loslaten. Dus als ik mijn ogen dicht doe en ik denk eraan dan, en ik visualiseer het, dan komt het juist wel goed voor me en ik voel me wel gewoon comfortabel. Maar gaat er niks in je hoofd om dan? Wel gewoon van, luister, ik weet gewoon dat we het gaan maken en ik weet dat ik het ver ga schoppen. En dat, weet je, en dan zit jij naast me en zo'n moment deel ik dan ook automatisch met jou. Ja. Kijk, en ik weet gewoon met de instelling hoe we het nu gaan doen, we gaan het gewoon heel vrij schoppen. Ja, dat had ik ook al, man. Ik had ook bij mijn visualisatie wel een leuke visualisatie. Het gaat gewoon echt, dat gaat gewoon gebeuren. Maar heb je niet dat je niet voor de mij rust moet opzoeken? Kijk, ik snap ik had dat de rust. Je, ja, maar ik snap weer dat je niks denkt. Of dat je, hoe zeg je dat? Kijk, ik heb dus ik kan niet niks wel, denken. Kijk, het is niet dat ik ongelukkige dingen denk bij die meditatie. Nee, helemaal het is meer niet. Dat ik heel veel dingen denk. Maar steeds popt er iets in mijn hoofd. Ploep. En dat meditatie voor mij juist de kunst is van die dingen pakken en weer loslaten. Pakken en weer. Waardoor je als je echt. Ik heb wel eens 40 minuten gemediteerd dat ik gewoon voor 10 of 20 minuten lang echt alleen maar mijn ademhaling volgde of zo. Want dat vind ik heel lastig. Ik heb het idee dat jij dat ook wel lastig vond. Want je zei zelf ook inderdaad van ja, echt helemaal niks. Dat vind ik moeilijk. Ik heb tussendoor ook gewoon mijn ogen op een gegeven moment open gedaan. Van ik ben er ook een beetje klaar mee. Ja, dan denk ik wel dat mediteren echt goed voor je. Nee, maar want weet je wat is? Je er niet voor over. Nee, maar ik heb ook heel lang gemediteerd, hè, dat weet je. Ja. En ik weet gewoon wel echt wel wat ik eruit kan halen. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik de visualisatie die ik nu al doe, dat voldoende is voor mij. Op dit moment. Misschien later dat het wel kan veranderen. Op dit moment is het voor mij niet nodig. Ja, ik vind dat zo grappig, want ik geloof er dus bijvoorbeeld net zoals jij bepaalde eetpatronen of dingen die zeggen van dat moet je gewoon nooit eten, dat is troep. Denk ik dus dat er niemand is op deze wereld die er niet op vooruit gaat als hij 10 minuutjes mediteert elke dag.
En wat jij zegt... Maar jij zegt... Kijk, maar ik kan toch... Oké, maar weet je wat het is? Ik visualiseer. En dan doe ik misschien... doe ik ook 3 keer op een dag, maar doe ik gewoon een paar minuutjes. Nee, ja, dat is ook gewoon een vorm van meditatie, toch? Maar dan doe ik het toch ook gewoon op een soort van eigen manier. Het is niet per se dat ik echt heel erg aan mediteren ben, maar dat ik een soort van aan het wegdromen ben. Of dat ik aan het bekijken ben hoe ik de situatie kan verwachten of hoe ik het in de toekomst ga zien. Ja, dat is een deel van de meditatie die ik ook doe. Ja. Maar dan heb ik gewoon, ik weet niet hoe lang het duurde net hoor. Het voelde voor mij alsof het ongeveer, op een gegeven moment misschien een kwartier duurde. Misschien ja, duurde het iets korter. 10 minuutjes of zo, een kwartiertje. Maar inderdaad, na 7 of 10 minuten, toen had ik gewoon, ik weet niet, ik had gewoon rust gevonden. En toen opende ik ook mijn ogen en toen dacht ik van, Kijk, ik zie dat anders. Ik zie het juist dat je, als je volledige rustmoment hebt, dat je bijvoorbeeld dan ook een kwartier echt niks kan. Maar dat is een persoonlijke opvatting, weet je, misschien. Daar sta jij anders in dan ik, dat is prima. Nou, ik weet dat meditatie bijvoorbeeld ook een vorm is van concentratie en focus kunnen hebben. Zeker, zeker. Ja, dat kan heel erg mee te maken. En dat kan ook aan liggen dat ik misschien daar, dat ik daar wat minder goed in ben. Of dat ik al, en dat weet je zelf ook, als je al een hele week te heel druk mee bezig bent. Ja, dan is het daarna ook moeilijker om te focussen. Ja, en wat je ook zegt, hè. Ik ook af, hoor. Wat je ook zegt, hè. Je mediteert dagelijks. Ik doe dat niet. Dus daar kan het ook gewoon aan liggen. Ja, dat ja, het voor dat mij op een gegeven moment gewoon... Dat het moeilijk wordt voor mij om zeker door te blijven mediteren. Dan moet je ook trainen. Het is een spier gewoon, als het ware. Zeg maar, je moet het inderdaad trainen. Ja, dus moet je daarom beter in worden. Waar ik heel benieuwd naar ben, is wat waren de, als je dat wilt delen, de 3 dingen waar je aan dacht als geluksmomenten? Ja, daar dwaalde. Nou, geluksmomenten, ja. Dankbare momenten. Hij ging daarna naar uitdagingen. Bij de uitdagingen dwaalde ik dus af. Ja, bij de doelen, ja? Ja. Want dit vond ik... Want dat zeg je wel, van je visualiseert wel toch je doelen. Maar dat deed ik al eerder. Ik zat op een gegeven moment gewoon mijn eigen gedachten. Ja. Kijk, voor de luisteraars. We gingen dus een soort van ogen sluiten. Een paar van mindfulness technieken uitvoeren. Waardoor je eerst heel veel energie kreeg. Ja. En daarna ging het allemaal een beetje loslaten. Ja, je werd gewaar van je innerlijk. Je binnenste. Dus eerst ga je heel veel energie opwekken. En daarna word je gewaar van je lichaam en de energie wat voel daarin. Je nu? Ja. Wat voel je nu? Zo keer je naar binnen. En daarna gingen ze kijken van oké, kies nu 3 geluksmomentjes uit. Kies de eerste, kies de tweede en kies de derde. En daarna gingen ze naar de uitdaging van oké, kies nu. Je krijgt nu een paar minuten om je uitdagingen. Je doelen als het ware op te vullen. En ik zat met mijn geluksmomentjes ook gewoon eventjes te zoeken. Maar ik dacht dat ik ze alles best wel snel te pakken had ook. En toen ging ik gewoon een beetje soort van verder dromen. Oh ja, ik doe dat, dat is wel grappig, dat verschil. Ik doe dat dan juist dus... Jij doet het juist niet. Jawel, dat ik dus 1 geluksmoment neem en daar even helemaal in ga leven. Dus ik ga voor me zien hoe dat was, wat er toen gebeurde. Toen raakte ik geëmotioneerd. Ja. Dat ik toen stilstond bij het moment dat ik toen dacht van wauw, die emotie heb ik daar toen niet eens echt stil bij gestaan. Maar achteraf is dat dus iets waarvan ik denk van die mensen stonden toen klaar voor mij. Mm-hmm. Dat het betekent, dat heeft mij zeg maar, dat is net zoiets van je kan 1000 woorden spreken, maar daden spreken altijd veel meer dan woorden. Die personen waren daar toen, op dat moment voor mij, dat ik denk van ja, daar zal ik gewoon voor altijd dankbaar voor zijn. Ja. En daar had ik nooit zo over nagedacht, tot nu toen dacht ik eens van wauw, dus dat deed me veel. Dus dat is mooi, dat is eigenlijk wel een vette inzicht dat je dat hebt gehad. Ja, man. Ik zat gewoon, dom bij mij dat ik nu niet in één keer kan vertellen wat bij mij binnenkwam. Ja, ik had wel bijvoorbeeld momentjes en. Wat voor mij heel erg was, was dat, ik denk dan eigenlijk aan het nu moment. Ja. Dus gewoon echt vlak in het verleden. Ze zeiden van kies een moment uit je verleden en het mag kort zijn, mag lang zijn. Uh-huh. Maar het is zo'n geluksmoment. Ja. En ik dacht eigenlijk van, luister, op dit moment ben ik het meest blij dat ik ooit ben geweest. Okay. Gewoon, en dat merk ik jaar op jaar op jaar. Elk jaar word ik gelukkiger. Jeez, gewoon met. Die gaat lekker, hè? Nee, maar gewoon, toch wel gewoon. Misschien toch wel innerlijke tevredenheid. De mensen met wie ik om me heen heb of die ik om me heen verzamel. Hoe ik naar mensen kijk zelf ook. En wat je zegt, dat je naar mensen kijkt om te kijken wat voor kwaliteiten zij hebben. En hun daar echt. Hoe zeg je dat? Blij voor hun te zijn, dat ze zo kunnen leven en dat ze die kwaliteiten hebben. Ja. Weet je, ik vind dat best wel een mooie instelling. Zeker man, dat is mooi. Maar dat dacht bijvoorbeeld met mijn ouders, hè, dat ze best wel veel geduld met me hebben. Want ik woon nu bijvoorbeeld weer thuis. Ik heb een half jaar in Engeland gewoond. Maar ik heb een opleiding van 4 jaar gedaan. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik een eigen bedrijf beginnen.
En dan verdien je in het begin nog geen zak. Oké, dus nou, blijf maar wel thuis wonen. Boodschappen worden gedaan, er wordt voor je gezorgd. He, je hebt, soms heb je toch wel even discussies met ze. En ik moet ook wel zeggen, ik ben niet super moeilijk of zo. Maar het is wel, ik vind dat mijn ouders heel erg openhartig zijn geweest. Dat ze nog steeds zo met mij omgaan. Ja. Nou, mijn relatie met jou, dat is over de jaren ook alleen maar verbeterd. Heb ik ook aan gedacht. Ja, want dat is wat best lief. Wel. Ja, dat is leuk, hè? En ik denk ook wel met mijn andere vrienden. Weet je wel, ik heb gemerkt nadat mijn laatste relatie een jaar geleden is uitgegaan. Zijn eigenlijk alle goede vrienden zijn dichter bij mij gekomen. Ja. En die waar ik bij sommige mensen gewoon dacht van hij is gewoon een goede vriend, ga ik veel mee om. Zijn het nu echt vrienden geworden waarvan ik denk van hey man, jullie zijn gewoon echt goede maat voor mij. Ja. Weet je, met jullie deel ik gewoon mijn emotionele momenten. En ik schaam me daar niet voor. Nee. En dat in een jaar kan ontwikkelen. Daar ben ik best wel trots op. Ja. En niet per se op mezelf, maar wel op de mensen om mij heen. Ja. Want weet je wat het is? Ik heb ook zo verhalen dat mensen verkeerde vrienden hebben, slechte woonsituatie, geen huis. Dat ze iets kuts meemaken met hun eigen leven, ongeluk hebben. Ik moet gewoon blij zijn dat allemaal anderen gaan blamen, maar ik heb niemand om te blamen. Ik voelde me wel echt gelukkig daar ook, dat ik daar zat en dat ik dacht... Die mensen die zeggen, ja, ik ben 41 en ik zit in de shit en mijn leven is fucked up. Dat ik denk van, ja, ik ben nu al zo erg aan het soul searchen dat fucked up shit kan gebeuren. Maar dat ik weet dat ik zal er nooit 20 jaar in blijven hangen, snap je? Of 10 jaar of whatever. Nee. Ik zal best wel een moment hebben dat ik me een week of maanden kut zal voelen. Zou kunnen. Snap je? Omdat dat gewoon dat gebeurt. Dus je stel je voor je ouders overlijden of een vriend of je vriendin. Nou ja, laten we het allemaal gespaard blijven, maar je snapt wat ik bedoel. Dan weet ik toch dat ik van mezelf zeg maar nu de toolset aan het bouwen ben om daarmee te kunnen dealen op een goede manier. Nee, dat je het goed kan verwerken en daar exact. Je strength. Ja, dus niet dat ik me niet kut zal voelen, maar dat ik er kracht uit zal halen in plaats van dat het me zeg maar omver gooit. Ja, en dat is het mooiste. Ik denk dat heel mooi is en zal zijn. Kijk, ik weet ook dat bijvoorbeeld bepaalde familieleden, die worden ook steeds ouder. En ik ben echt gewoon... ik waardeer echt de momenten elke keer als ik ze zie. Ja, toch. Weet je, dan denk ik wel echt van... Hey, hopelijk natuurlijk niet, maar dit zou gewoon mogelijk de laatste keer kunnen zijn dat ik jou zie. Ja. En dan ga je het moment zo erg waarderen. En dan ga je ook letten op hun karakter. Wat voor sterkte zij hebben of hebben gehad. Hè? Ja. En denk van, hey, van daar kan je ook weer van leren. Zeker waar. Maar, oké, dus als jij... Ik zou deze mensen er persoonlijk niet tussen laten, maar oké. Ja, voor ons gaan dus mensen gewoon over doorgetrokken lijn lekker gewoon aan de afslag. De hele rij voorbij en daarna proberen in te voegen. Ja. Maar ja, verder nog een laatste ding. Die ga ik gewoon lekker straks met jou delen. Niet op de podcast, man. Wat dan? Nou, gewoon. Ik denk dat we al genoeg geluld hebben. Ja, oké, is goed. En anders... Sorry, nog een keer. Spijtig. Nee, het is niet heel spannend of zo. Maar het is gewoon van, het hoeft niet... Ook hier nog bij. En dan gaan we weer een hele nieuwe rat hole in. We zijn ook bijna thuis. En we zijn echt al... tyfus lang aan het praten. Echt al bijna 50 minuten aan het praten. Dus dit was een extra lange podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ja. Dit was niet direct een podcast waar we veel... tot jullie gericht hebben of wat jullie eraan hebben. Maar misschien hebben we nu ook onze persoonlijke stories wat meer gedeeld. Ja, je hebt wat over ons geleerd, over wat wij doen. Ja, als je vragen hebt, stuur een berichtje op Instagram of zo. Weet je. Je mag gewoon alles vragen. Ik zal je niet aankijken of judgen voor dat soort dingen. En ja. We zijn fucking lief, heb je nu gezien. Dus, thanks for listening. En until next week. Ja, tot volgende week, man. Oké, later. Later.